Even meneer Hiddemaal, ik denk te weten hoe u erin staat. Over, hoor. Dat dacht ik wel. Laat me horen dan. Vraagt u mij. Zegt u. Kijk, dus soms moet de staat zijn primaire taak maar eens eventjes nakomen. Dat is bescherming van het land en de burger. En wat je nu krijgt, dat is als je die mensen terughaalt, vrouw of kind, dan krijg je ook gezinshereniging. Onherroepelijk komt er meer volk deze kant op. Maar stel je nou eens voor, de moeder komt hier, die komt in de gevangenis. Die wordt hier berecht. Kan helemaal niet, want er zijn geen getuigen. Niemand kan zeggen wat het mens wel en niet gedaan heeft. Wordt ze hebben allemaal moeilijk. Op de huisartsschool gezeten. Ze zaten allemaal net met de afwas, dan werden ze gearresteerd. Weten verder niks. Dan worden ze gescheiden van hun kind. Nou, de deradicaliseringsbureautjes die wrijven zich al in hun handen. Want moeder die wordt dan gederadicaliseerd in de baaiers. En het kind komt in een pleeggezin. Moet je eens kijken wat voor wrok dat geeft bij een kind en die families die hier zitten. Stel ongelovigen die je moeder, de islamitische moeder, scheidt van hun kind. Maar u gelooft hoe niet groeit dat zo'n kind op? U gelooft niet dat... Ja, maar daar worden ze toch ook slachtoffer voor radicalisering? Als nou, ze in die kampen maar zitten, daar voelen ze zich wel prettig bij. Die moeders die zijn vol walging hier weggegaan. Die kinderen zijn daar opgegroeid. Als wij hier met pardonkinderen zitten, die hier zijn opgegroeid, maar die hier met list en bedrog, valse procedures zijn blijven hangen, dan moeten die kinderen hier blijven, want die zijn hier geworteld. Nou, die kinderen die daar zitten, hebben hier geen dag wortels gegeten, helemaal niks. En die moeten nou opeens wel terugkomen, omdat er een zieligheidssausje over wordt gegooid. Wat je hier creëert, met hulpverlening, ja, met de beste bedoelingen, met radicalisering, fake, wordt niks. Je creëert nieuwe celletjes van haat en wrok. En dat met een religieus sausje omgeven, dat uit zich met geweld. Die moet ze hier niet hebben. Het is glashelder wat u ervan vindt. We gaan kijken, deze zaak dient op 1 november. Of wellicht de rechter er anders nou, over denkt. Ik denk dat het zou kunnen zijn dat de rechter met het vluchtelingenverdrag, dat u en het vluchtelingenverdrag in de hand voor die kinderen over zijn achter zijn oren krabt. Maar het hoeft helemaal niet. In dat vluchtelingenverdrag staat, je mag ook kinderen weigeren. Niet massaal. Je moet per geval als staat de weigering toelichten. Dat hoeft niet.